familie. 5 jaar geleden was het echt leuk thuis. We waren rijk. Ik woonde bij mijn ouders. Mijn ouders waren blij, samen met ik erbij. Totdat mijn moeder te veel begon te feesten. Control bombade, PC bombade, sit down in my chair, sukwe bombade, we van flick in your head. En papa vond dat niet leuk. Mijn naam is Yanta. Kwasen. Esen kom met rapa familie. Mi dame atra. Pero, no konos hace paga web. Si bo trama sur ba yama sen. Pero bo ke da gasta sen sol. Paso mi dame tin derecho. Pero no derecho diva mi sen. Totdat papa het niet meer leuk vond en van het huis is gegaan. Dat vond mama natuurlijk niet zo leuk. En om het haar verdriet om te kunnen gaan, begon mama heel veel te drinken. Mama had plotseling geen geld meer om onze schulden te betalen, maar ook niet om eten voor ons te kopen. Así me no tiene tardía. Ik wil salir 81.50. Sorry, mevrouw, is hij nog niet llega? Please. No, we doen een bosje, niet te praten. Mijn naam is er even van een dag. Iemand van de overheid zag dit en kwam thuis om mama te helpen. Para mí, ayuda a stichting Más Buen Futuro. Naaman namin pamilyo na senyora. Ito'y pinasaki ko tayo problema eksaktamente. Hindi ka sabay lang naman. Jesus niya, senyora. At kung pata, kiko awareness. Hindi ka sa story sa inyo ba? No, hindi nada. Hindi nada. Tukos, itong problema itong solusyon. Nos lo bay yuda senyora. Bo? Ik werd in een internaat gezet. Ik was dan alleen, want ik mocht niet meer bij mijn moeder wonen. De meneer zag dat ik heel droevig was. En toen ging hij op zoek naar een ander huis voor mij. Zagen we dat triest doen? Ze raden internaat of zo? We zijn op zoek van mij, maar ook niet wat meer. Bon? Si, meneer. Dank je. Papa was ondertussen met iemand anders getrouwd en ik mocht bij hun gaan wonen. Nu ben ik weer blij, want elke kind heeft het recht op een goede leven. Ja.